In deze video laat ik jullie zien hoe ik deze op afstand bestuurbare Audi R8 gemaakt heb. Ik heb in het verleden al verschillende andere 3D-printen op afstand bestuurbare auto's gemaakt, maar deze is modulair en maakt gebruik van 3 modules. De servo, de elektronica en de achterasmodule. Ik heb alle onderdelen geprint met mijn Anycubic Viper en de materialen die ik gebruikt heb zijn PLA. Maar ook maakte ik gebruik van PETG voor het tandwiel en de achteras en TPU voor de voor- en achterbanden. Voor de rest heb ik de volgende settings gebruikt in Cura om de onderdelen succesvol te printen. Voor dit project heb ik gebruik gemaakt van threaded inserts in plaats van moeren. Deze kan ik makkelijk in de geprinte onderdelen smelten met behulp van een soldeerbout. En op die manier heb ik minder plaats nodig om de bouten vast te zetten. Nu ik in alle onderdelen threaded inserts geplaatst heb, kan ik beginnen met het monteren van de auto. Ik begin met de servo, of dus stuurmodule, te monteren. En zoals je kunt zien gebruik ik hier het eerste elektronica onderdeel, namelijk de FS90 servomotor. Toen de servomodule gemonteerd was, kon ik beginnen aan de motor of de elektronica module. En deze bevat verschillende elektronica onderdelen, namelijk de motor, de electric speed controller, de ontvanger en ook nog 2 ventilatoren om de componenten te voorzien van koeling. Zoals je kunt zien monteer ik een riemschijf op de motor met 20 tanden. Waar ik straks een GT2 riem op ga leggen die dan ook nog verbonden wordt met de riemschijf op de achteras met 40 tanden. Waardoor ik een tandverhouding heb van 1 op 2. Dit betekent dat per omwenteling dat de motor draait, de achterwielen een halve toer zullen draaien. Inmiddels is de achteras ook gemonteerd, dus kan ik beginnen met het monteren van de carrosserie van de Audi R8. Voor ik de 3 modules ga monteren en de auto volledig in elkaar ga zetten, ga ik het eerst hebben over het elektronisch circuit. Op dit schema kun je zien hoe ik alles heb aangesloten. En dan gaan we nu verder met het monteren van de servo en de elektronica module op het chassis, waarna ik ook de carrosserie monteer met de laatste 10 bouten. En dit is dan het eindresultaat van de op afstand bestuurbare Audi R8. Alle STL-bestanden kun je downloaden via Puls 3D. Enorm bedankt voor het kijken en tot de volgende video.